Ik zie een paar shit in het. Dit, jongens. Wauw. Bella. Super vet. Bon appétit. Vet, vet mooi. Echt super. Dit is de zee. Ik zie, we zijn er. We komen hier nou op onze kamer. Wij zijn de Bellinga's van Familievloggers. En vandaag is het zover, want vandaag... We gaan met jullie op zomervakantie. Gaan wij, ja, gaat onze reis verder. Jullie hebben gisteren in de vlog kunnen zien dat wij met het vliegveld hier in Kopenhagen in Denemarken zijn aangekomen. Maar dat onze reis vanaf hier verder gaat. En hier gaat het eigenlijk pas echt beginnen. We zeggen nog niet precies wat, want dat is nog een verrassing. Ja. We gaan eerst eventjes lekker ontbijten en daarna met de taxi naar... Ja, je mag pasje van de volgende bestemming. De volgende bestemming. Ja, pasje. Ja. Je mag het pasje van de hotelkamer. Ja. Ja. Oké. Okay. Dat was een prachtige hotelkamer. Mag de deur, ja, pasje, mag ik de pasje? Ja. Ja, leuk. Hey? Dan hebben we de koffers alweer dicht. Dus alleen de laptop nog. En zeg maar dag. Dag hotelkamer. Ja, dit was de andere kant. Nou, voordat de taxi komt, nog even ontbijten. Iets smakelijk. Dat is grappig. Ik mag hier mijn eigen omeletje pakken. Ga ik dat maar eens even doen. Komt pas op mijn lesje klaar? Ja. Lekker. Zo, we hebben ons ontbijtje op. Papa die zit nog even aan het laatste toetje. En papa, is hij lekker? Yoghurtje, van Bozo. Yoghurtje? Een yoghurtje. En Luan die is aan het spelen met zijn jojo. En Lucilla, wat ben jij aan het doen met Luxie? Luxie, even de haartjes in het kammen, want Luxie, ja, we krijgen het allemaal een keertje. Maar Luxie heeft waterpokjes. En ze zit van boven tot onder, zit ze helemaal onder de bultjes, dus ze heeft best wel veel jeuk. Ze heeft hier bovenop allemaal bultjes. En ook echt heel veel op de buik, ja, ook en op de buik. Rug en op de billetjes. Ja. Ze zit onder de waterblokjes, maar goed, je kunt er niks aan doen, het gaat vanzelf weer over. Maar ja, het is eventjes niet zo fijn op vakantie natuurlijk. Het was fijner geweest als we thuis waren, maar goed, zachtjes hè. Er komt zo een taxibusje. En die brengt ons naar onze volgende bestemming. Ja, we houden het nog steeds een beetje spannend, papa. Hé? Hey. We gaan zo lang een verrassing halen. Ja, ja, we gaan zo gaan jullie pas zien wat het nou precies is. Amie, ja, het wordt een hele speciale reis, dat weten we wel. Dat de waterpukken op je lichaam. Waar gaan we nou naartoe? Ja, nog meer bussen. Allemaal bussen. Wat is dit? Zie je dat? Ja. Ah. We zijn er. Maar wat is het nou precies? Ik weet het al. Maar ik weet niet wat het is. Wauw. Kijk. Hier moeten we zijn. MSC Mirafiglia. Dit is een echt cruiseschip. Wat is dit, jongens? Dit is de cruise! Ik wist het al wel! We gaan met jullie op de MSC Cruiser! Hier gaan we inschepen. Ja. Wij hebben net hier door ingecheckt. En we staan nou hier. Hier is zeg maar de incheck. En dan heb je allerlei ingangen hoe je zeg maar het schip op kan. Want, hoe kom je met mama? Je hebt hier allemaal incheckbalies. En iedereen heeft een eigen incheckbalie. Want er gaan totaal 6000 mensen aan boord van dit super grote cruiseschip. En ja, wij gaan ook even inchecken. Ik weet niet precies hoe het allemaal gaat, maar het gaat volgens mij allemaal vanzelf zo te zien. Wat zijn we nu aan het doen, Luan en Silla? Even aan het inchecken. Ja, aan het inchecken. Inschepen. Inschepen. Luxie, een pasje. Een pasje. We hebben dus een pasje gekregen. En hiermee staat precies op wie jij bent en welke cabine we slapen. Want dit zijn dus geen hotelkamers, Luan. Maar cabines of hutten, zo kun je ze ook wel noemen. Kom maar, meisje. Kom maar, meisje. Ik heb een hoesje. Kijk eens. Lucilla ook een hoesje. Hier staan we, Lucilla. Ja. Dit is de kapitein, Luxie. Altijd wie we zijn. Ja. Alsjeblieft.
Wat ook super fijn is, is dat de kinderen die krijgen ook een eigen, ja, ik weet niet hoe je het moet noemen. Een zendertje? Ja, een kit locator, zeg maar. Zodat ze eigenlijk altijd veilig op het schip zijn en wij altijd kunnen zien waar de kinderen zijn, mochten we ze eventueel even niet zien. Mijn echtgenoot locator. Ja, dank u wel. Zin in? Ja, ja, hè? Nou, Luan, daar gaan we, jongen. Wie gaan we op het schip? Ja. Nou, we hebben ingecheckt. Hallo. Great. This is a cruise ship. Ruifjes. Let's go on the cruise ship. Nou, hier komen we uit. En dit, jongens, is de super grote cruise. Waar wij dus mee op gaan cruisen. Ja. En we gaan nu naar binnen. Dan gaan we hier naar binnen toe. Hallo. Kijk dan. Incredible. We zijn ingeschreven, ruifjes. Entry to the reception. We lopen in het schip onder. Jongens, dit is een chique liftgang. Maar weet je wat zo apart is? Dit is gewoon op het water. Dit cruiseschip voelt gewoon als een wonkerkamer. En moet je het knopje receptie. Ik vind lift, joh. Wauw, ik vind het wel wauw. Knopje receptie. Waar gaan we heen? Receptie. Hier, receptie, nummer 5. Zie je dat? 5? Daar. Receptie. Ook daar. Ja. Wauw. Kijk eens, heel veel van ons in de spiegel. Wauw. Wat is dit nou hier? Vet, hè? Kijk eens, hè, jongens. Wauw. Hier gaan we 1 weekje blijven. Ja, jongen, wat vind je ervan? Dat ziet er mooi uit. Wow. Oh, en zie die trappes. Geloof mijn ogen niet. Geloof je ogen niet? Nee. Kijk eens. Wow, dit is echt een super gave trap. Wow, Luxie, kijk eens, liefie. Hey, wat een glittertrap is dit. Wat is dat, Luxie? Wat is het voor een trap? Dat is mooi. Hey, Lucilla, jij wilt vast ook zo'n glittertrap thuis. Jawel, hè? Luxie, die snapt er niks van. Wat is dit, Luxie? Kijk eens. Wat zit er in die trap? Oh, allemaal glittertjes. Dat is mooi, schatje. Ja, hoe kan dat nou? Nou, ze zijn al helemaal onder de indruk van de trap. Dat is mooi. Leon en Lucilla, die zijn alweer daar. Nou, kijk, hier ziet het er binnen dus uit. Echt zo super vet. Ik kan zelf eigenlijk bijna niet geloven dat dit gewoon een schip is. Dat je gewoon op het water bent. Want het ziet er zo... Wauw, dit is echt... Ik weet niet of het vlog overkomt, maar het is echt super mooi. Bye.
is hier op deze verdieping is het voor mij gevoel echt al super mooi. Volgens mij heb ik nog nooit zoiets gezien. Nee, we hebben gelukkig de eventmanager leren kennen die ons een beetje de vakantie doorheen gaat helpen. Ja, hallo schenk. We gaan nu een hapje eten op de 15e etage. En dan naar onze hut, cabin, op de 11e etage. En dan om 3 uur weer hier op de 5e etage bij de receptie. Ship rondleiding. Ja, heel erg leuk. Wat was daar al die... En papa, boven zag ik allemaal hele mooie winkeltjes, een restaurant, een mooie bar waar je allemaal eet. Ja, we hebben al even gekeken. Silla is nog even lekker aan het drinken, dus we drinken weer een drankje op. En dan gaan we even kijken waar we kunnen lunchen. Hoe het er allemaal uitziet. Het is voor ons trouwens weer echt een hele nieuwe ervaring. En het is ook een beetje om jullie te laten zien hoe het is om met een gezin op cruisevakantie te gaan. Want wij hebben daar zelf geen beeld van. Maar hopelijk krijgen jullie daar straks wel een beeld van. En hebben wij daar ook een beeld van. We gaan hier gewoon echt heel erg van genieten. Want het is echt nu al top. Van de 5e etage zijn we nu op de 15e etage. 15e etage. Uitzicht. Wow. Hallo. Hier gaan we lunchen. Nee. Zo, Luxie. Luxie heeft een mooie kinderstoel. Nou, oké. Okay. Even kijken wat we hier kunnen lunchen. Ja. Hebben jullie een beetje trek in de buik voor de lunch? Ja, zeker. Dat is mooi uitzicht, hè? Ik wil even kijken wat ze hier voor een lunchbuffet hebben. Kom maar, jongens. Ja, pak maar een bordje. En kijk eens, allemaal lekkere dingetjes. Wat hebben ze nog meer? Nog meer lekkere dingetjes. En hier hebben ze lekker gezond beleg. Je kunt ook een stukje pizza eten. Luan is schept een pizza om. Hi princess, how are you? What's your name? Hoe heet je? Lucilla. Lucilla, oh, yeah? Beautiful name. Where are you from? Princess name. From Holland. From Holland. From Holland, yes. Nice. Welcome on board. Thank you. Wil je ook een stukje pizza? Waar, welk land kom je vandaan, vroeg ze. En welkom aan boord. Wil je ook een stukje pizza? Ja? 1, 2. Alsjeblieft. En lekker fruitje erbij. Goed zo jongen, ga maar naar de plekje. Ja. Alsjeblieft, eet smakelijk. Eet smakelijk. Bon appetit. Wat gaan we bekijken, Ursula? Ga eens kijken. Vet, hè? Ze hebben hier gewoon een zwembad. We gaan nu naar buiten. Daar had ik al net met papa gekeken. En nu wil ik het even aan mama laten zien. En het is vet, vet mooi. Vet, vet mooi? Ja, kijk maar. Jongens. Een zwembad. Kijk, mooi uitzicht daar. En is er gewoon een zwembad op de boot, jongens. Hey mam, weet je wat ik denk? Dat ziet er mooi uit. Misschien zit een camera vast aan de boot. En dan filmt hij misschien de zee. Dat kan. Ja, ik denk dat het gewoon een beeldscherm is, Lu. Kijk, hier is het zwembad. En Luan ziet er een hele mooie grote tv met vissen. Dat ziet er echt super mooi uit. Kijk, je kan hier lekker liggen op deze bedden. Zie je dat? Een hele mooie standbeelden. Ah, heel mooi. Ja, wel lekker. Ja, is wel lekker warm water? Ja. Mooi hoor, jongen. Kijk, en nou ook allemaal zonnebedjes. Zijn we hier boven op het dek? Nou, dit is dus overduidelijk. Dit is het zonnedek. Met daarachter dus het ontzettend lekkere, mooie, relaxe zwembad. En hier kijk je zo. De ene kant lagen, we liggen dus nog aan in de haven. Maar hier zie je de zee. Dit is de zee. Daar gaan we straks op varen. Mooi. Mooi, hè? En Luc ziet ook mooi. Oh, kijk hier. Hey, papa. Dat is de nek. Ach, schatje. Vind je het mooi? Kijk, papa. Lekker papa. Hey, je kunt hier lekker bruin worden, joh. Heb je het gezien? Super mooi. Ja, dat tv-scherm daar met die visjes erop. Echt heel erg mooi. Dit zijn douches, Luan. Maar hoe gaat die open? Hier kun je in. Oh. Hier kan je gaan douchen. Kijk, dat is een douche. Zie je dat? Ja, lekker. Lekker hoor. We gaan nu even kijken waar onze hut is. Want dat noem je geen hotelkamer, maar hut. Of cabine, kan ook. Ik kan bijna niet door de vlogcamera vertellen hoe groot het voelt als je op het grote schip bent, zeg maar. Kijk dan naar boven ook. Echt zo bizar. Ik ben nog nooit op zo'n mega groot schip geweest. Gaan jullie mee, liefjes? Ja, we gaan naar de cabine. Gaan jullie mee,
Luxie, gaan we kijken waar we gaan slapen. We verlaten nu hier dit dek. En dan gaan we hier door de deur heen op zoek naar ons slaaphutje. Nou, dan lopen we door de gangen op zoek naar onze hut. even kijken. En dan gaan we hierheen en dan een liftje pakken. En dan moet je even kijken. Kijk, al die etages. Ik ga drukken. Ja, je mag drukken op het knopje. Moet ze naar boven of naar beneden? Ja, deze. Ja, kom maar, druk er maar op het knopje. Dan gaan we naar nummertje 11. Maar nog niet. Waar is de 11? Welke? Waar is de 11? Die is daar. Dat is een 1 en een 1. Ja, druk maar op het knopje. Goed zo. Luxie, hier blijven. Goed zo, Luan. Ik ben benieuwd waar we gaan slapen vannacht. Ja, moet je dat doosje klein. Ik ben echt super benieuwd. Doe, Luxie, we zijn er. Kom maar, want anders gaat hier weer dicht. Ja. Gaan we er weer doorheen, door de lift? Volgens mij. Waar moeten we zijn? We hebben nu de verkeerde gate gaan. Oké, want je gaat hier naar beneden, hier naar beneden, door hier. We hebben 1-1-1-1-9. Jeetje, we zijn nu al verdwaald. Dus volgens mij... We zijn verdwaald, jongens. Ja, ik kan hier zien. 1-1-1-9. Ja. Maar hoe gaan we nou dan? Hoe kom je nou op onze kamer? Nou, ook echt die getallen ook, hè? Nou, ja, we gaan straks dus ook varen. Ik weet niet of we vandaag al gaan. Gaan we vandaag al varen of niet? Vanavond gaan we varen, denk ik, of niet? Ja, daar heb je 1-1-1. Wat was het dan? Ja, 1-1-1-9. Maar dit is 1-1-1-77. Kom jongens, nou, we moeten heel eventjes zoeken waar we moeten zijn. Want het gaat even niet goed. Nou, we lopen hier dus. We lopen hier dus door de gangen heen. Dit zijn dus de gangetjes. Super schattige kleine deurtjes. Leuke Luxie. Luxie die zit hier. Ja, wat is het allemaal? Oké, we zaten weer verkeerd. Oké, we zijn al een tijdje aan het dwalen. Het moet een keer de eerste keer zijn natuurlijk. Maar we hebben het nog steeds niet gevonden. Maar het is wel een heel schattig gangetje, jongens. Ja. Heel schattig klein gangetje. De kamer die was nog niet klaar, dus we gaan eerst gewoon even lekker een hapje eten. Want het is inmiddels alweer tijd om lekker te eten. Oh, we're filming. Thank you. Nou jongens, table 411, thank you. Oh no. Oh, dan ben je tafel 411. Zo, zo, kijk eens naar het uitzicht. We zitten hier aan de achterkant van het cruiseschip. Wauw, en hier is onze familietafel. Wauw, wauw, wauw. We varen nog niet. Thank you. Varen we al? Nee, we gaan vanavond pas volgens mij varen. Dat is wel heel mooi, hè? Ik zie een heel veel dek. Ik zeg aan tafel, mijn kroost. Aan tafel. Oh, kijk wat hier. En dit staat dus op ons pasje. En dus dit is volgens mij onze vaste avondtafel. Grappig, hè? Johan, he has a menu for you. Thank you. Ja, welkom. Dit is mijn voorafje. En papa die heeft een salade. En wat heeft Lua? Ik heb lekkere tomatensoep. Een hele bijzondere tomatensoep. Een hele chique tomatensoep. Een hele chique. En Lucilla en Luxie die hebben een mini pizzaatje, hè jongens? Ja. Die. Luxie, je hebt een mooie prinsessenstoel, hè, met zo'n bureau. Nee, ik heb een stoel. Ik voel iets heel raars. Hey Lua, wat voel je? Volgens mij zijn de trossen los en de motoren aan, kinderen. We gaan varen. Ja, het cruiseschip gaat varen. Goeie cruisevaart gewenst. Wauw, Lucilla. Dat is een broodje hotdog met potatoes. Gelukkig heb jij de beste voeding die er is. Helemaal de luxe afgestaan. Eet smakelijk, Lucilla. En dit is mijn hoofdgerecht. Een lekker vers stukje zalm. Ik zeg eet smakelijk. Eet smakelijk. We hebben heerlijk ons eten op. Bijna op onze dessert. Dit is mijn
heeft een appelstreun. Onze kamer ook klaar. En kijk eens wat hier staat, jongens. Een stapelbed. Ja. Wow, het is wel cool. En dan gaat octopus eerst maar in de meter stappen. Dan gaan we boven stappen. Ja. En dan ga ik boven stappen. Nou, dat vind ik een goede deal, Lucilla. Ja, dus we gaan octopus boven en ik ga eerst boven staan. Ja, hartstikke goed. En hier is het grote bed van papa en mama. Luxie slaapt trouwens bij ons in bed of in de kinderwagen. En de woonkamer. En... ja, dat is schattig. En hier hebben we ook nog een balkon, jongens. Kijk, en hier een grote spiegel. Een lekker fruitje staat klaar. En we hebben hier zeezicht. Kijk, ik ga de deur niet openmaken. Dat deden we net ook. Toen waren we weg, omdat we aan het varen zijn. Dus morgenochtend kunnen we eens even kijken hoe het er buiten uitziet. Maar voor nu hebben we een heerlijk lekker plekje. Hé, hey, Luxie? De badkamer. Mooie Luxie. En de badkamer. Even kijken. Waar is de badkamer? Het badkamertje. Dit is het schatje. Oh, wat schattig badkamertje. Oh, kijk dan. Oh, mooie. Oh, superleuk. En een klein leuk douche. En een wc'tje. Nou, en een best wel grote spiegel. Ja. Nou, leuk, jongens. Hey, ik zie drie Luans en drie mama's. Ja, zo wel, hè. Ja. Nou, leuk, hè, Luxie. En even plassen. Oh, ga je even plassen? Dat is een goed idee. Nou, ga maar plassen. Op de goede plaats. Vandaag was dus onze eerste inschripdag op de cruise. Vond je het weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren en klik ook even op ons belletje. Zo blijf je op de hoogte van onze nieuwe vlogs. En we zien je graag morgen weer op een nieuwe cruise. Doei. Tot morgen. Voeg je hart, boom boom mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boom boom mee.